vertrekken weer eens uit Terneuzen richting Utrecht, Amsterdam. We zijn net het zijkanaal A aan het uitvaren. We gaan zo 180 graden draaien over stuurboord voor de Oostsluis, waar we gaan schutten. Antalya, de Oostsluis, goedemorgen. Goedemorgen, we zijn net weer open. Antalya, oké, begrepen. Voor de telecom is nummer 3, bakboord en binnenschot. Dank u wel. Aan deze kant van het trapje? Hij kan deze kant van het trapje. Ja, precies. Nee, is goed. Ja. Daarom maken we
Doe maar liggen, dan ga ik de LOA naar stuurboord doen, want anders wordt het wel erg ingewikkeld allemaal. Dit is Vlaanderhaven, Kiesterneuzen, dan 3 hey, dank u. Brug Sassagent, wordt gecombineerd met de LOA naar de Kalixfeest. Ja, de LOA naar Kalixfeest. Ja, de LOA naar Kalixfeest. LOA naar Kalixfeest, voor u mogelijk om stuurboord aan te meren? Ja, geen probleem. Maar straks even goed gezegd aan de bakbochten. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar goed, om te zorgen dat we allemaal mee kunnen, zou het fijn zijn als u wel aan stuurboord kunt. Geen probleem. Mark, ik wil me geen probleem. Dank u wel. Veronica, ik wil ook mee. Ja hoor, dan gaan we die Loana Calista aansluiten. Bedankt. Ja, graag gedaan. Dan wacht u heel even dat u de kans krijgt om naar stuurboord te gaan. Yes, ik weet het. Sluis is kapot, dus we gaan bij de krammer nu met die kleine schepen aan bakboord schuimen schutten. Brinjal, de krammer. Ja, de Brinjal. Ja, zie man, zie je, spelen we eerst eens, want dan bieden we goed mogelijk voor een vrijmogen. Oké, als je hebt, dan stuurboord, bel voor dan, oké. Doe. Ja, van dat tussendoor. Je kunt nu ook mooi horen dat Duits een van de officiële talen van het Nederlandse reglement is. Stel aan Maris, de krammer. Hey Maris. Ja, Schepro, nummer 2 goed aansluiten op die Brinjal. Ja, wel in tweede lengte vanzelf. Oké. Vitamina 2, de krammer. Luister. Ja, jullie maar als nummer 3 erin en dan goed aansluiten op die keel. Bij je terug, Aaron. Veronica, de krammer. Ja. Veronica luistert. Ja, mevrouw, ik wil u achterin hebben met die jachten. Dan hebben die wat meer muur en wat meer breedte achterin. En dus dat wordt dan als nummer 4 erin over stuurboord. Gelijk voor mij. 4 over stuurboord, dank u. Dat schip voor ons heeft dus een kegel, te zeggen dat er gevaarlijke stoffen aan boord zijn. Dus daar mag niemand naast liggen. Helaas kunnen we geen echte grote afstand houden, maar we mogen er niet naast. Er zit een blik nog mee, is dat? Ja. Voor ons natuurlijk een beetje vervelend als er ineens iemand met een koers recht op ons afkomt. Terwijl hij ligt ook te drijven. We moeten ook een plek zien te vinden om straks weer in te varen. En veiligheid voor alles. Dus als hij echt op ons afkomt, moeten we daar toch weer iets aan gaan doen. Nu kun je op het achterschip, het schip voor ons, goed die kegel zien. En een kegel wil dus zeggen dat een schip gevaarlijke stoffen bij zich heeft. Een tanker hoeft niet per definitie gevaarlijke stoffen bij zich te hebben. Daar kan ook eetbare olie in zitten of cement of zo. En een vrachtschip kan ook gevaarlijke stoffen hebben. Ja, zover mogelijk.
We liggen allemaal heel krap in de sluis met grote schepen. Het is echt meterwerk, een metertje meer, een metertje minder. Die Bitumina voor ons die heeft ook een eentje vanaf meer naar voren moeten gaan. Anders passen wij weer niet, kan de sluisdeur weer niet dicht. Dus we zijn allemaal nog bezig met vastmaken en aanleggen. En één jacht is alvast naar binnen gevaren. En heeft zich ook heel netjes gewoon door het schroefwater van die Bitumina heen gewerkt. We liggen zelf ook nog niet helemaal op onze plek. We zijn nog kijken hoe ver we nog naar voren kunnen. En hoe we dan uitkomen met de sluisdeur. We hebben niet zoveel over achter. Dus iedereen zal of even moeten wachten of door ons schroefwater heen moeten varen. Marley de Kansluis, goedemiddag. 135 op 1760 en diepgang van 1,50 meter. Ja, dat klopt helemaal. De stuurboordsluis gaat over een paar minuten uitvaren. Daar kunnen jullie nog mee mee. De stuurboord, hartstikke mooi. Tot zo. Kranensluis, kranensluis. Leuk mama, goeiedag. Ja, die Bitumina, die zijn schroef staat nog permanent op. Die jachtjes kunnen niet binnen hoor, zo. Ja, die meneer die is er mee bezig hoor. Als die valt slecht, dan gaat ze schroef eraf. Maar komt goed. Oké, okay, bedankt. Ik denk zelf dat het wel fijn zou zijn als de pleziervaart iets minder fel zou zijn op het gebruik van een schroef door een groot schip in de sluis. Het is helemaal niet om hun te pesten, maar wij moeten ook aanleggen. Daar moeten we de tijd voor hebben. En we zien dat een paar schepen ook gewoon door dat schroefwater heen vaart, want zo erg is het helemaal niet. Als je dat weet, kun je er gewoon rekening mee houden. Vitamine 2, als die valt slecht, dan raakt de schroefstop om de zorg met die jacht. Een paar schepen uitgenodigd om bij ons langs zij te komen. Dat is voor hen makkelijker schutten.
jullie straks als eerste bakbord voorin. Annie 4, jullie als nummer 2, stuurbord helemaal tot aan de streep. Ja, mogen wij er ook als eerste helemaal bij leggen op voor die compagnon? Dat is ook wat makkelijker voor ons om te manoeuvreren. Compagnon, is dat ook even? Op de achtergrond hoor je ook het marifoonverkeer van de sluis met andere schepen die onder de sluiskolken gaan liggen. Op de streep, stuurbord, nummer 2, compagnon, bakbord, eerste lengte en de Silja als nummer 3 over stuurbord, goed aansluiten. Nummer 4, bakbord, binnen is goed. Mylay, bakbord 4, binnen is goed, oké. Okay. En er is ook wat met je marifoon, net als je knopje al een keer omhoog. Probeer ik een ander knopje, compagnon. Sorry, heeft u het meegekregen? Niet door de kamer. Dat was onafhankelijk, hè? Bel op de maat, we komen luisteren. Hier komt ook bij ons langs zij. En het blijken zeer bedreven dames te zijn die goed kunnen varen. En die ons zelfs kennen van de social media. Met een diepgang van 2,80 meter? Ja, correct. Nou, dan wordt voor je de bakbordsluis, die is nu nog aan het uitvaren aan de andere kant. Begrepen? Ja, zo. Ja, ik zie het, maar ik vraag wat de bedoeling is voor de jachten, over. Bij de beroepsvaart, meneer. Nou, dat kan begrepen, maar hij is ook al verder. Ja, dan krijgt u instructies als u in kan varen, straks, meneer. Heb u enig idee hoe lang hij dan kan duren? Dat ligt eraan aan welke zijde u legt. Vandoor, zou ik wel zeggen. We gaan richting de Oosterschelde. Ja, oké. Dan vanzelf straks bestuurd door sluis met de beweegbare brug en die zal de andere kant op heen varen. Hou dat alleen op drie kwartier tot een uur voor de ring komt. Ja, dat weet ik zo. Dank u. Dat is typisch de oproep van een jacht. Die zijn vaak heel slecht te verstaan. Jazeker, ik vroeg van welke zijde komt u? Het
naar de Van Oosterschelde, ja, dan moet dat straks de bakboordsluis, die is de andere kant op gaan. Dus dat kan even duren, ook voor die betreffende. Maar er ligt, als u daar voorraad op komt, ligt er aan bakboord, zijn er voorzieningen om aan vast te maken. Ik ben er En maar standby op 22. Ben ik de naam eigenlijk vergeten? Wat was de naam nog weer? Indira, standby op 22. Indira, ja, en dat hoort tot later. Ja, dat is Indira uit. Maar wil jij spelen hier?